Dat is een topproduct voor ons. Het wordt lokaal gekweekt. Onze klanten weten van waar ons varkensvlees komt. Welkom op de Brasfarboerderij. Merci, merci dat ik mag komen. Blij hier nog een keer te zijn. Maar ben hier nog nooit geweest. Wat is dat hier eigenlijk? Hier zijn we nu op de zeugenstal. Ja. Hier hebben we 650 zeugen dat we huisvesten, waar ook alle jonge biggetjes geboren worden. Mooi, mooi. Ja. Maar jullie doen dus eigenlijk van biggen tot dat ze naar het slachthuis gaan? Ja. Ja. We doen wel van kleine biggen tot de volledige groei. Zeg maar, als kind reed je hier ook rond met je tractortje? Hoe ging dat dan? Hier binnen niet, maar dat was buiten. Maar eigenlijk wel, dat is iets dat van jongs af aan... Het wordt een beetje meegegeven met de paplepel door de ouders. Wat zeg je nu, de vierde generatie? Vierde generatie ondertussen. Amai, echt een mooi familiebedrijf. Gaan we een keer op bezoek? Ja, okay, neem je graag mee. Zeg, we staan hier in een nieuw stalgedeelte. Wat doen jullie eigenlijk op vlak van duurzaamheid dan allemaal? Op vlak van duurzaamheid hebben we vier aspecten die we aangepakt hebben. Dat is zowel het mestgedrag, als de luchtwassers, zonnepanelen en heel wat regenwater opvangt. Wat is er speciaal in dit stalsysteem? Is eigenlijk dat we de mest gaan scheiden onder de varkens. Mm-hmm. Dus de varkens mesten onder boven, de, ja. Ja, bovenop de roosters mesten de varkens. En dan is het eigenlijk een systeem waarin dat we de dunne en de dikke fracties scheiden van elkaar, waardoor dat er geen ammoniak of heel beperkt ammoniak kan vrijkomen in de stallen. Door het gebruik van die twee systemen, dus zowel de scheiden van de mest onder de varkens als de luchtwassers, zijn we wel innovatief. We reduceren namelijk meer dan 80% van de emissies die terug naar buiten komen. Op vlak van duurzaamheid moeten we echt wel de emissies zo laag mogelijk houden. Dus wij leveren daar ook wel een serieuze inspanningen. Dus kijk Tom, hier zijn we nu bij de luchtwasser. Hier komt de lucht eigenlijk binnen via boven. En passeert die eigenlijk een biologie, eigenlijk een waspakket, waar er continu water over verneveld wordt. Dus eigenlijk waswater, proceswater. En de lucht wordt eigenlijk door het waswater geduwd, door het pakket geduwd, wordt gefilterd, komt dan terug vrij van ammoniak, geur en fijn stof. Ja, want terug buiten te komen. Ja. We gaan verder. Super. Ja. Okay. Ja, duurzaamheid komt ook terug in jullie voeder. Jullie gebruiken natte voeding, bras, vart, woord zegt het zelf. Leg ik eruit, wat zien we hier eigenlijk? En als kwaliteitslabel gebruiken we inderdaad de brasvoeding van vroeger, de natte stroom eigenlijk. We proberen eigenlijk te werken met lokale aanvoer van producten die een hoogwaardig eiwitten hebben, of koolhydraten of zetmeel. Zoals de Feliers Geneverstokerij, die heeft draf over. Dat geven we aan de varkens. De aardappelstoomschillen, ook hier uit Deinzen, dat geven we ook aan de varkens. Het zijn eigenlijk lokale producten, natte producten, worden aangelengd met een lange kern, aangevuld met tarweherst, om dan eigenlijk samen te gooien in één menger om onze brasvoeding tot stand te laten komen en dit even aan de varkens. En die producten zien we hier dus in de silo's? Ja, die producten worden hier opgeslagen in de silo's. Het zijn zes componenten, dus zes verschillende producten die we geven aan de varkens. Momenteel in slagerij Mortier. Slagerij Mortier in Nevelen. Zij slagerij? Ja. Slagerij van Cedric. Dat klopt. Aanhaal. Brasvaar wordt hier verkocht? Brasvaar wordt hier verkocht. Dus het is een slagerij in hetzelfde dorp. En ons vlees wordt hier ook gekweekt in Nevelen zelf. Het zijn Cedric echt een korte ketenverhaal eigenlijk, want de varkensbedrijf ligt niet ver. Hoe valt het mee om met Brasvaar te werken? Ja, top. Hè. Het is een topproduct voor ons. Hè. Het wordt lokaal gekweekt. Hè. Een kilometer hier van ons zaak. Hè. Het is milieubewust, milieuvriendelijk. Dan de varkens gekweekt worden. Het is mals, het is sapen voor onze klant. Het is diervriendelijk. Heel belangrijk. Onze klanten weten van waar ons varkensvlees komt. Goed, Cedric. Bedankt voor het bezoek. Merci. Dank. Ja, merci. Bedankt. Dank u.
We hebben hier heel veel innovatie gezien vandaag, waar je ook Europese middelen voor krijgt. Hoe belangrijk zijn die Europese middelen eigenlijk voor jou en een bedrijf? Die middelen zijn heel belangrijk voor mij en mijn ouders en het bedrijf. Ze staan in voor een deel van de investering. Want voor ons de grote uitdaging op het Europese beleidsniveau is om die middelen zo groot mogelijk te houden, om dat budget zelfs een stukje omhoog te krijgen in de toekomst. Als we zien wat er verwacht wordt van jullie als jonge boer ook, dan moeten we zorgen dat we allemaal natuurlijk kunnen blijven financieren en stimuleren. Als jonge landbouwer vind ik het persoonlijk belangrijk dat er een prijsstabiliteit is, dat er een rechtszeker kader is voor jonge landbouwers, waarbij er het oog is op de toekomst voor diverse investeringen, voor het blijven bestaan van diverse projecten, zoals dat je vandaag hier bijvoorbeeld gezien hebt, dat die inspanning ook gewaardeerd is en beloond wordt. Maar dan voor zorg. Meer kan ik niet vragen. Bedankt voor vandaag. Het was Tom, superleuk. Merci om langs te komen. Tot de volgende. Het bedrijf van Louis en zijn ouders is voor mij een super voorbeeld van hoe dat we met Europese middelen landbouwers innovatiever kunnen doen werken, maar ook duurzamer kunnen doen werken. En hoe dat we hun positie in de markt versterken door bijvoorbeeld de korte keten aan te moedigen. De Europese Volkspartij gaat voor een landbouwbeleid met een steviger budget dat de boer respecteert voor de harde inspanning die zij iedere dag leveren.